Hallo dames en heren, welkom bij Lol, dat is vanaf aflevering 41, als ik het juist heb. Jullie zien onmiddellijk dat Nagash verdwenen is. Hij is Fuzi, voor eens en voor altijd. Eén woord heb ik ervoor, een rotjoch. Meer ga ik er niet over zeggen, Nagash is eindelijk weg. Disneycraft is terug, normaal. Alle attracties werken terug zoals het moest zijn. Het water is terug. Ik ga ook eventjes uitleggen waarom er vorige week geen dingen zijn geweest. Maar laten we beginnen met naar de Alice te gaan, zoals beloofd. Alice is geopend door F-Productions. We gaan aan audio te gebruiken, sorry, maar jullie weten het verhaaltje van de audio met de copyright. We gaan in de Alice zitten, jongens. Ik douw de chat maar aan, want misschien is er tekst. I know, I don't know. Maar de Alice is dus een openlucht ride met dark ride combinatie. Staat sinds 2.0. Niet na de opening van 2.0, ik ga eventjes wat drinken. Ik ben nog niet zo lang wakker, dus koffie. Doe wel af. Hij staat dus nog niet sinds 2.0 opening, als ik het goed heb. Hij staat pas daarna, die is gewoon gebouwd in de server. En het is een dark ride gecombineerd met openlucht. Het is een heel erg leuke, moet ik zeggen. Laat ik even uitleggen waarom er geen Disneycraft vorige week online is gekomen. Ik ben zaterdagavond, normaal neem ik Disneycraft op zondag. Laat daarmee beginnen. Zondagochtend, zoals nu. Mijn broertjes zijn nu naar de training op voetbal. En dan ben ik alleen thuis, heb ik alle rust om dit op te nemen. Dan, zaterdagavond, ben ik naar mijn tante moeten gaan. Toen mijn moeder en vader zijn weggegaan. En dan s'avonds Halloween dingen gestopt. En zondag ben ik nog eens naar een Halloween ding geweest, maar dat was Bobby Aland. Dus ik kon moeilijk vanuit Bobby Aland gaan opnemen. Toen is er maandag dus geen video aangekomen. Daarna, de No Limits, heb ik ook een heel ding voor. Ik wou het opnemen op donderdag. En in één keer kwam mijn moeder naar boven en die zegt, kom je dadelijk halen, want je moet naar Maastricht. Voor kleren te gaan passen voor het carnaval. Dus ik ben naar Maastricht nog moeten gaan, net voordat ik de opname zou beginnen. Dus dat is er gebeurd. En dan denken jullie, je neemt het dan vrijdag op. Ja, het was s'avonds laat, dus we hebben daar nog een café gedaan met de groep. We hebben hier bij ons in de dingen nog een café gedaan met de groep. Het was wat laat geworden, ik ben met mijn tante zelfs gebleven. En mijn laptop was thuis. Dus dat, maar jongens, niet getreurd, want jullie hebben dus wel een mooie speedbuild gekregen van mij in de plaats. Die had ik al fijn geëdit en gerenderd. Voor je vuurwerk. Dus die had ik wel al klaar. Ik zie er trouwens een Steve Skin Bunny. Hoeveel ligt dat aan mij? Hoeveel is dit gewoon Steve? Ja, ik weet het niet. Sommigen zien het misschien wel. Anderen zien hem dan weer niet. Ligt eraan. Maar goed. School is weer bezig, jongens. Het is mijn laatste dag vakantie. Dus ja. Het is nu nog 5 weken school, inclusief mijn examens. Daarna heb ik 4 weken les en dan nog een hele week examens. Tijdens de hele week examens krijgen jullie helaas geen video's, omdat ik mij dus goed moet voorbereiden en leren. Want, ja, dit is ook een belangrijk jaar. Het derde is een heel belangrijk jaar, want als je hier niet over bent, ja, kom je al een beetje in een probleem te zitten. Ik heb iemand die zit bij mij in de klas, die is blijven zitten. En die vindt dat ook niet fijn. En ik zou het ook niet fijn vinden, moest ik blijven zitten. Eens kijken, wie staat dat? Dat is dat Roby. Het is Roby, jongens. Roby staat daar te staan. Jullie zagen het trouwens ook al aan mij, maar ik heb mijn mooie kerstmutsje al op. Ik heb alleen een kerstmuts. Ik denk dat ik het zo ga houden. Ik ga niet een kerstskin doen. Ik had eerst een kerstskin gemaakt. Dus een kerstman en ook het hoofd helemaal weggedaan. Buiten de muts. En dan zou ik dit hoofd erin doen, maar dat vond ik toch niet zo mooi. Dus vandaag dat ik alleen een mutje heb. Jullie kunnen dat mutje ook opzetten. Ik heb het opgeslagen op Nova Skin als kerstmuts aan elkaar vast.
moet je die toevoegen als layer. Dus niet klikken, dus je moet eerst je skin selecteren en dan layer toevoegen. En dan gaat hij dus alleen een mutje opzetten, want ik heb de rest van de skin ook volledig uitgegrond. Uit voor alle zekerheid, dat er geen dingen gingen, zouden misgaan. Goed, we zijn aan het einde gekomen van de Alice ondertussen. En ik vond het toch wel een leuk ritje. De uitgang is zonder al wat die hekjes. Laat ik nu toch nog eens even kijken, zijn er nog achievements bijgekomen? Nee, nou, dat is nu toch al een hele tijd geleden dat er achievements zijn bijgekomen. De laatste achievement was hier, in het nieuwe deel van Frozen. Laten we even doorgaan naar de hub. Want dat was wel redelijk een kort dingetje. Dus er komt een tweede attractie aan. De vorige keer hebben we de scène gedaan, het reuzenrad gaan we dan maar niet doen. Sprookjesbos, dat laten we dan de Lion King dan maar gaan doen. Waar staat Lion King? Achter de Space Mountain. Space Mountain is daar, Lion King staat hier. Broederos ingang daar. Aan die kant, waar de uitgang nu is, daar was ook een ingang. Goed. Kun jij dat nog één keer... Zo, nu zoek op. Voilà. De Lion King. Laten we dit eens eventjes zo doen dat we geen last hebben van de chat. Welkom avonturier. We gaan op pad om een aantal leeuwen te spotten in de jungle. Er staat een verlaten auto. Zouden er nog mensen op leeuwenjacht zijn geweest? Ik weet het niet. Er staat wel ook een dingetje zo. Jammer. Dat moeten ze weer eventjes gewoon maken. Dit is dus die auto. Hier staat een lever. Doet niks. En hier staat het geheim ei van Irma. Dat wist ik nu nog toevallig staan. Goed. Pas op, daar staat een kunnen met nieuws over ons. Probeer ze niet te lokken. Houd shift ingedrukt en wees stil. Ja, we gaan voorzichtig doen toch. Voor alle zekerheid. Dat we ze niet ja wegjagen. Of dat we ze ja, dat we er geen last van gaan hebben. Ik zat er nog in, dat ze achter zie ik al een girafje staan. Girafje, een giraf. We gaan even sneller lopen op je. We zijn er langs. Gelukkig, de neusdoorns hebben je niet gezien. Pas wel op, het gevaar is toch niet gewegen. Kijk uit, een groeier van een krokodille. Probeer ze niet te storen tijdens een middagdutje. Ja, we gaan er maar zo snel mogelijk langs. Hé, een kamp. Zouden er nog mensen in de buurt zijn? Het lijkt erop dat ze verslonden zijn. Laat toch maar eens even kijken hoe het hier nog uitziet. Ja, hier was dus een een kampje. Hier zijn dan die dingen gezeten, dat is wel niet mooi. Die pinnen moeten zo staan. Dus ik kan ze wel even herstellen. Oh, ja, die moet zo en zo. Die andere kijk ik niet naar. Verder. Oh, deze zijn ook verkeerd. Zo. Ik heb ze gemaakt. Goed, pas op dat je geen koksel op je hoofd krijgt. Kijk eens, wat een leuke aapjes hier in de boom. Ja, dat is familie van Nick. Is Nick nog in de server? Live by Nick, dat is de familie van Nick die hier allemaal zit. Al de aapjes van Nick. Want Nick is ook een aapje. Goed, we gaan hier een grot. Een grot, zou je naar binnen mogen van Pumba? Pas op, de grot is niet zonder gevaren. Oké, we moeten dus... dit is een grot. Dit is een groot zwembad van de reuzenspinnen. Tot op dat je ze niet vangen, sluipen is de beste manier. Ja, oké, ik zie hier wel nog geen. Oh, hier is er eentje. Het lijkt alsof er al eerder mensen waren. En zo te zien is het niet goed afgelopen met hun. Nee, dat heb ik ook door. Oh, vallen met water. Dat ging een beetje minder. Nu val ik alweer aan het water. Door. Een oude mijn. Zou er nog iets kostbaars te vinden zijn? We weten het niet, hier staat Erik's hoofd. Een krater, wat zou hier gebeurd zijn? Of krater, is het krater? Zo, geen krater, krater. Probeer er overheen te komen, pas wel op. Ja, we komen er gewoon. Oh. Oké, wacht. Allah, wacht. Oké, dat ging mis. Oké, oh, we vliegen. De uitgang. Zouden er buiten leeuwen te vinden? Wacht, zou er buiten leeuwen te vinden zijn? Neem maar eens een kijkje, wees wel op je hoede. Een hele... Kudde met dieren. Zou hier wat aan de hand zijn? Het lijkt een scène uit de Lion King. Oké, we gaan hier nu onder de olifanten door.
microfoon van Olivier nog. Ah, dat is een ceremonie bezig. Wees zo stil mogelijk. Oké, wat hebben we hier? Een, wat is dit? Een zebra. Hier hebben we giraffen. Hier hebben we flamingo's, denk ik. Hier hebben we weer zebra's. Hier hebben we weer een olifant. En nog een olifant. Ah, al die dieren, maar nog steeds geen leeuwen gezien. Waar zouden ze toch zitten? Misschien wel in die grot. Wat zijn dat nou voor gekke beesten? Misschien wel gevaarlijk. Pas goed op. Ja, we weten niet wat het zijn. Stil, en hoor je ook dat je broer. Zouden er leeuwen in de grot zitten? Ja, een leeuw. Eindelijk, blijf wel op afstand. Die zou niet de eerste zijn die wordt opgegeten, zo te zien. Ja, oké, we moeten er dus flink omheen gaan en gas geven. Je hebt het overleefd, maar wat een mooi beest is het. Hopelijk komen we er nog wat meer tegen. Ja, dat ben ik wel benieuwd. We er nog wat meer tegenkomen. Wat ziet deze grot er trouwens wat griezelig uit? Ga gewoon naar de uitgang, ga maar gewoon naar de uitgang dan. Het is hier tamelijk oud, hopelijk stort de brug niet in. Maar hij is er toch al half ingestort, dus we gaan hier maar zo heel dingen lopen dat we niet terugvallen. Zou er vanaf hier nog wat leven te spotten zijn? Nee, we zien hier wel de Space Mountain in de verte. We zien hier dat kampje van de krokko's en we zien de aapjes en de giraf. Staat daar. Hier is weer de brug half ingestort. Ik zou zeggen tegen de bezoekers die hier komen, blijf sowieso aan de kant, want als je valt, mag je dat hele stuk opnieuw gaan lopen. Want dan zit hier een spinnengrot terug. En voor vips kunnen er naar boven vliegen, maar ja. Goed. Ook gelukkig zijn we veilig uit de grot gekomen. Kijk maar eens. En kijk wat we daar hebben. Nog meer leeuwen. Yes, we hebben ze gevonden, jongens. 1 extra leeuw. Toch nog 2 leeuwen gezien. En verder nog heel veel andere mooie beesten. Hier is de uitgang. Wat staat hier? Wat een spannende tocht. Ah, dit is niet meer toegankelijk. Wel wordt het nog nieuw. Ik weet het niet. We hebben onze angst ook gevonden. Dat ook. We gaan eruit, jongens. Dus Space Mountain ligt dus hier achter en hier ligt de Lion King. Ik ga er even overheen vliegen. We zien jullie wat een oppervlak deze attractie wel in bezit neemt. Hij loopt dus zo. Dan loop je hier via dat pad. Dan ga je hier dat pad. Dan kom je hier in de grot. Loop je heel de grot door, kom je daar over. Dan ga je weer hier de grot in. Het neemt toch wel best wat dingen in beslag. Want ja, Lion King die ligt hier samen met de Simba. Dus al die dieren staan hier ook voor de Simba. Nu op zich vind ik dat geen probleem, want het is een goede keuze dat ze die twee langs de heen hebben gezet. Ik zie trouwens dat ze deze berg nieuw hebben gezet volgens mij. Deze berg was er nog niet. Ik vind het wel een mooi berg. Goed, we zien hier trouwens een vliegtuig inladen en daar ook iets. Ja, hier zijn wel vliegtuigen vliegen. We kunnen er heel even naartoe. Hier vliegt een groot vliegtuig. Oh ja, dat is het vliegtuig van de dingen met van de marine. Hoe kan ik, heb het al voor 1 maand VIP en ik ben al 2 maanden VIP. Ja. Dan heb je geluk. Zou ik zeggen. Goed, laten we eens eventjes terug naar de hub gaan om te kijken wat we volgende week gaan bereiden. Dat wordt zeer even zien. Dit wordt niet de teleuter, want die is nog altijd in onderhoud als mijn ding wil laden. Even gesloten. Het wordt de Wally, jongens. De Wally gaan we doen samen met een volgende loopattractie. Welke? De Jungle Book. Welke Jungle Book? In de hoek, als je door de Disney Tour loopt, hier in de hoek. Hetzelfde verhaal ligt ook weer bij de Simba. Maar alleen ligt de Jungle Book hier binnenin deze dingen. Het is geen buitenattractie, het is alleen maar binnen. Denk ik. Ik denk dat dit was, jongens. Mijn mooie kerstmuts. Ik vind het eigenlijk een mooi mutsje. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Jullie mogen hem altijd gebruiken. Je staat op Nora Skin onder de naam kerstmuts. En ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Ik weet niet of het 41 was. Anders mijn excuus is dat het niet 41 was. Hopelijk vonden jullie het weer leuk. Laat vooral een like achter voor deze twee fijne attracties. De Alice en de Lion King. Volgende week gaan we bellen met de Wally en de Jungle. Ik dank jullie nogmaals voor het kijken. Een fijne avond en graag tot de volgende video.
lager.